Ah, zo, is het. Oh, kijk nou uit. Yo, welkom bij een nieuwe Bonkers Extra. En vandaag in de hashtag BJHVNH. Oftewel, proef je het verschil of niet? Hey! Ja, wat gaan we doen? Wij gaan namelijk chips testen. We hebben hier een goedkoop merk chips en we hebben hier een wat duurder merk chips. Zoals je kan lezen. Oké! <Okay. laughs> Nou ja, aangezien jij echt dol bent op chips. Ik ben echt dol op chips. Dat zien we altijd. Ga jij hem doen, Jesper? Oh ja. Ik denk beter dat jij hem kan doen. Jij kan het hebben. Dat is waar. Oké. Okay. Ik ben een kenner. Maar jij bent met eten, ben je altijd wel goed. Nou, kan ik wel kijken? Van mij mag je kijken. Zo, eerst even kijken of je een verschil ziet überhaupt. Het gaat om het proeven, hè? Anders hadden we het wel. Zie je het verschil of niet? Hey, genoeg! Oh, wel een leuke spin-off. Zie je het verschil? Ja, die kunnen we misschien wel een keer doen. Doe er even een spin-off. Zie je het verschil? Ja, doe even een spin-off. Zie je het verschil of niet? Nee, ik zie niet het verschil. Dus nu gaan we het proeven. Ik vind het wel knap dat je er één pakt. In ieder geval gewoon in de hand. Ik heb in de comments gelezen dat als je dan de volgende pakt, dat je het 11 seconden in je mond moet laten inwerken. Zodat die smaakpapillen weer helemaal doorgaan. Want ze zeiden van ja, je doet het te snel. Je eet het te snel achter elkaar op en dan proef je het verschil niet meer, of niet? Hey. Mooi, hoor. Je mag straks de hele zak opeten, hoor. Mooi. Oh, dat is een lastig, hoor, dit. Ja, nu komt het allemaal op jou aan. Hele lange aflevering. Ja, eerlijk. Ik proef wel een verschil. Er zit hier volgens mij meer smaak aan dan deze. Ja. Dus dan ga ik ervan uit dat dit het dure merk is en dit het goedkope merk. Moes, wat is het? Oh ja, ik ben een kenner. Huh? Ja. Oh, maar dat is wel grappig. Ja. Zo zie je maar weer, jongens, meisjes. Het is. Je hoeft niet altijd voor het duurdere merk te gaan. Het is gewoon, hoe is het mogelijk, gek? Hoe is het in godsnaam mogelijk, gek? Nu proeft het niet het verschil of niet, hé? Ja, chips. Goed. Vond je dit nou een enorme leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. En laat in de... Dat die leuk was? Ja, want jij zit erin zeker. En laat in de reacties even weten wat we de volgende keer moeten eten in deze hashtag PJHVONH. Oftewel, proef je het snel of niet? Hey, hier, voor een andere. Hier. We hebben een nieuwe Oh ja! Klik hier voor een andere supergeile video. Enorme geile hashtag PJHVONH. Wat we nog even overduur doen. Waarom? Dat ging hartstikke goed. Nee, dat is gewoon een fantastische handcard. Zien we jou de volgende keer weer. Doei!